heropende vergadering. Aan de orde is een extra regeling van werkzaamheden. En daarvoor geef ik de heer Klaver van GroenLinks als eerste het woord. Voorzitter, dank. En ook dank aan de collega's voor deze extra regeling van werkzaamheden. Ik zou graag het verzoek willen doen om een debat te voeren over de duiding van de verkiezingsuitslag van vorige week. En dat debat in te plannen op 4 april aanstaande. En in de bijzijn van de minister-president en de vicepremiers. Dank u wel. Ik kijk even of iedereen zich daarin kan vinden. Ik heb zomaar een vermoeden. En het goede nieuws is... Ik kan u ook allemaal weer vragen om naar de microfoon te lopen. Maar volgens mij is er al veel uitgewisseld. Zullen we dat dan gewoon gaan doen? Volgens mij heeft u een meerderheid voor uw debat. 4 april, dat is dinsdag 4 april. Ja, de heer Eerpans. Het lijkt me best aardig om van tevoren een brief te ontvangen van het kabinet om hun duiding te zien. Dat we dat in ieder geval tot ons kunnen nemen voordat wij daarover debatteren. Ja, dat is de heer Omtzigt heeft eigenlijk al om een brief gevraagd. En dat verzoek hebben we ook doorgeleid richting het kabinet. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Dat was om deze week daarmee te komen, binnen 48 uur. Dus dat handhaaf ik. En ik zou ook uitzonderlijk aan de collega's willen vragen om dat met gelijke spreektijden te doen, dit debat. Dat gaan we er een andere keer over hebben. In ieder geval, wij gaan het debat inplannen 4 april. Voorzitter, dat is een formeel verzoek dat ik voorleg. Dat is niet aangekondigd nu en het is een extra regeling van werkzaamheden. Dus dat moet dat kan ik gewoon doen bij de regeling. Kunt dat dinsdag kunt u dat doen. Ja, waarom moet altijd zou ik dat nu niet kunnen worden. Doen? Wat ja, is dat is gewoon zo. Nee, voorzitter, kunt u me even het artikel, het dit reglement van extra, orde geven? Dit is een ongeschreven regeling. Ja, en bij elke... Wacht, gaan we door elkaar praten? We hebben een extra regeling van werkzaamheden vanwege het verzoek van de heer Klaver. Daar heeft iedereen zich nu op voorbereid. Komen er andere aspecten aan, dan wil ik aan u vragen om dat dinsdag te doen bij de regeling, zodat iedereen zich daarop kan voorbereiden. Dat is gewoon zoals we altijd dat met elkaar doen. Ja? Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden. U knikt nog steeds. Iets anders nog toe te voegen? Ik heb er niks anders aan toe te voegen, voorzitter. Ik heb eraan toe te voegen dat ik hier nu 2 jaar lang met 75% minder geld en met de helft minder spreektijd en zonder commissielidmaatschappen functioneer. En u weet donders goed dat dat door het voorgeval van het kabinet gekomen is. Ik ben hier niet vrijwillig vertrokken. U weet heel goed, en de rest van de collega's weet het ook heel lang al, dan had ik moeten functioneren onder Mark Rutte, onder Sigrid Kaag en onder Wopke Hoekstra, dank die over mij in dat... Ja. Ik kan me net gesproken hebben. En ik heb dat verzoek er al heel lang liggen. Wat we doen, meneer Omtzigt, het verzoek wat u nu doet, zetten we op de regeling van dinsdag. En dan kunt u uw verzoek beargumenteren en dan kunnen de collega's daarop reageren. Dat lijkt me het netste voor dit moment. De heer Klaver. Voorzitter, rest mij niets anders dan de collega's te danken. Fijn dat er geen extra stemming hoeft 4 te komen. 4 minuten spreektijd. Ja, dank u wel, meneer Klaver. Yes, dan schors ik de vergadering voor een enkel moment en dan gaan we verder met het debat over de Europese top. Ik schors de vergadering voor een enkel moment.